Yo Rob, wat ben je aan het doen? Ja, gewoon even lekker lunch aan bestellen, man. Voor jezelf? Ja, eigenlijk voor mezelf alleen maar. Wil je ook wat? Nee, eigenlijk niet. Nou, dan bestel ik gewoon alleen voor mezelf. A few moments later. Hey! Thank you. Ik heb geen verstand op die Engels. Wij mochten nog wat daarna zeggen, we mochten wij. Ah! Ik heb het ons gelaten! Zeg even dat het een sketch was, anders denken mensen dat we dit echt hebben gedaan. We gaan alles eten van de Burger King. Nou jongens, gezellig. Het is weer niet weinig. Mag ik zeggen, fastfood, ja, lekker. Maar volgens mij is het wel algemeen bekend dat de Burger King toch wel... Ik heb een Milo. Ja, de King in de Fish! King in de Fish, we hebben hem ook. Die staat op NB, niet bekend. Ze weten niet welke burger dit is. Wat is dit? Oeh, lekker! Daar kan je je piemel in stoppen. Dit is toch een maatverband die voorgeblaft is? Wat verdamme, wat lul jij, man! Mag ik iets zeggen? Nee. Ik vind de verpakkingen van de Burger King echt lelijk. Ja, prima, dat vinden ze ook over jou. We zijn helemaal vergeten. Vito, als je dit kijkt, klik snel weg en niet stiekem dan aan je eigen arm gaan knallen. Lekker hè, calorietjes. En Teun van de Keuken als je dit kijkt. Dit is niet gesponsord door de Burger King. Niet gesponsord door de Burger King. Anders zouden we zeggen dat het lekker was en dat is het niet. Matthias, jij hebt een systeem. Ja, het systeem is heel moeilijk. We hebben hier een rat, digitaal deze keer. Want die andere ligt in Verwegistan in de container ergens. We hebben een rat, die draait om zijn beurt en dat moet je eten. En als Hoe weet jij ooit wat het is? Stel, ik kom nu hier. Ja, dat is gewoon goed zoeken. Big King XXL. Leg helemaal uit welke het is. Als je hem opeet, heb je één punt. Dus we zijn gelijk op een stil tussen een half vriend en vier van die burgers. Nee, dat is altijd zo. Je moet gewoon geluk hebben. Nou, mag ik spinnen? Hoe ga je, jongen? Dit zijn ze. Oh jee, dit zijn de veggie. Dit zijn de veggies. Wat zie je dat? Oh, je hebt pech, je moet de normale. Oh, oh my god. Milo? Wie gaat nu? Nee, Koen natuurlijk. Koen? Ik ga. Bam. Ja. Gun mij even lekker ijsjes. Een Texas bacon lover. Anders dubbel, hè? Oh jezus Christus, Koen. Het is een dubbele burger met kaas en bacon en uieringen erop. Oké. Hij heeft ook niet even zijn best gedaan om het lekker... Oh. Neem even één hapje dan. Het lijkt wel drie burgers. Niet lekker, maar ook niet vies. Ja. Mag ik wat beginnen? Ja, maar begin jij maar vast. Dan gaan we even Milo draaien. Mag ik ook beginnen? Nee. Milo draait chicken nuggets. 9. Prima, prima jongens. Nou Milo, je hebt geluk. 9 nuggets. Mag ik daar toch gewoon zo'n sausje bij nemen? Saus, die heeft hij in zijn bek gehad. Ik heb zoveel saus als ik wil. Ik heb zin in helemaal niks. Behalve dat ijsje, man. Het is een hot brownie. Nee, Chicken Wings 20! Chicken Wings 20! We bolten al eten, hè? Viespeuk. Ik eet nog een bolt. Ik wil wel ruilen, hoor. Ja, ik ook wel. Dat mag niet. Mag niet! Oké, nou ik. Draai maar even lekker, joh. Nu heb je echt nog dat positieve enthousiasme, weet je. Ja, man. Ik draai gewoon even een hot brownie. De Cajun Veggie King. Ik denk hier eentje met plant-based. Rob speelt altijd vals. Wat fijn hè, Mat? Ja. Mat moet eten en ik ben bijna klaar met mijn 20 nuggets. Goed faal. Maar dit is voor mij een goede binnenkomer. Rob kan heel makkelijk vals spelen, man. Ja, lekker janken. Ik ben klaar met mijn 20 nuggets. Hierna heb ik wel zin in de quadruple Big King The Bridge burger. Mm. Ik kost die halve burger weer. Ik zou dit niet graag aanbevelen. Ja. Rob lekker aan het kluiven met die mannenklauwen. Het is echt goor, ouwe. Hey, ik lust er nog wel 20 hoor. Ik heb ook nog wel lekkere trek eigenlijk. Jij mag door, je hebt gewoon een punt. Draai voor mij op onion rings. Onion rings. Daar ben ik wel jaloers op. Nou, ik ga ook draaien. Ik heb al zin in 20 onion rings nu. Hamburgertje. Dat is een hamburger. Oh, deze, die gaat in één keer in het mondje. Jullie hebben zelfs nog eerder 2 punten dan wij. Ken je van die diepvriesburgers die dan in de magnetron doet? Morra. Zo smaakt het echt. De oude Leuk, als ik zo doe, moet ik erop huilen. Hey, ik heb ook een punt. Hey. Ik ga door, want ik heb terecht. Texas Bacon Burger. Nou, Hoi, die is lekker hoor. Waarom is die term ook als een idioot? Hoe moet je het dan noemen? Broodje kip met lekkere saus. Hey Milo. 2 punten. Nee, kunnen jullie me helpen met dit zoeken? Dit is echt een tering grote beuker. Bruh. Zullen we gewoon even skippen dan? Ja. Daar zit er zeker niet in. Maar voor de rest draai ik opnieuw. Oké, we krijgen een... De Big King! Je lijkt gewoon alsof een schimmel doorheen komt. Gadverdamme. Gadverdamme! Je hebt een tussenstandje? 0-0. 2-2. 1. Ik heb dat ongelooflijk lekkere ijsje dat daar aan het smelten is nu in mijn klauwtjes. Vegan nuggets! 20 vegan nuggets! 2-2. Maar vegan, ik zweer je, dat vult niet. Want er zit niks in. Laurens Dassen zou trots op je zijn, jongen. Eet hem maar lekker op. Ja, dat is waar. Laurens, deze is voor jou. Als je nou in al je razernij meteen voor mij draait. Je hebt al die dingen van 9.
Chicken wings 9. Dus dat de derde keer dat jij 9 stuks van iets hebt. En dan, wat ga je doen? Dan doe je aan niks, dan je een vieze vuile vetklem bent. Doe één hap, heb ik een punt. Ik moet nog 20 veggie nuggets, dan heb ik weer een punt. Hoppa! Hey, ik heb een punt. Oké, man. Gefeliciteerd, fucking flapstaart. Dankjewel. Kom op, kom op. Nee, maar die... Veggie nugget... Veggie nugget burger. Mila, wil je er eentje ruilen? Nee, niet ruilen. Nee. Mag je nou alsjeblieft eentje nemen, omdat je dan kan zien hoe smerig het is? Het is echt een stukje schoensel. Dit is een nugget burger, NB. Tadaa! Dit is ook zo'n dom idee. Ik heb gewoon 3 kipnuggets op een broodje. Dit is net lekker. Gadverdamme jongens, ziet er echt een beetje. En hoe is die burger, man? Gadverdamme. Vals gespeeld! Mag ik een beetje papier? Ja hoor. Om mijn handen aan af te wassen. Die ga ik niet meer opeten. Hij moet op, hoor. Nou, dan ben ik af. Ik ga niet de veggie nuggets waar jij je handen mee hebt. Hij voelt papier, jij kapt de nuggets. Ik had het door de war, dan kan je toch zeggen, dat is geen papier, maar dat is een nugget. Nee, je trekt aan. Gadverdamme, wat ik misselijk van deze gadverdamme vieze goor kutburger. Dit is echt het smerigste wat ik ooit heb gegeten in mijn hele leven. Het ruikt wel een beetje naar poep. Kijk, McDonald's, op een gegeven moment wordt dat ook vies, maar dit is echt vies. Oh, jullie zijn koude ongezond, ik drink allemaal cola. Eerste punt is binnen, ben je voor me draaien? Van de beste vriend. Ik ben ook klaar, ik heb ook een punt, dus ik heb 2. We gaan draaien voorop. Hij krijgt... Wat van die wings? Een... Oh nee! Ja! Nee! Ja! Ja! Nee! De wereld is tegen me! Als ik... Hey jongens, wat denken jullie dat er meer is op de wereld? Wielen of deuren? Wielen. Ik heb meer deuren dan wielen, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ik denk meer deuren. Ik denk meer wielen. Maar wat is het dan? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, oh, dat jullie wat een kutvraag. Ik moe van die man. Mat, jij mag ook helpen iets nieuws. Oh nee, nee, ja, nee. Oh, de bacon cheese. Die zijn fucking smerig. Oh, dat zijn deze. Oh. Is toch niet te geloven. Het is ook nog koud ook. Waarschijnlijk is het allemaal aangekoekt. Kan je het als één ding eten, zie je dat? Het is ook een soort burger. Ja. Ik weet je Vita zit te soppen nu, jongen. Heroen, mag ik die wc doen? Nee, Mat. Hier. Bedankt, FC. Oh, wacht, weer een nugget. Draai ze naar het wieltje voor mij. Crunchy Chicken Deluxe. Het zag een kleintje zijn. Gaan ze gewoon een cheeseburger? Bro, dit is gewoon een cheeseburger. Meneer is 48 uur in Amerika geweest en kan helemaal geen Nederlands meer praten. Milo. Komt hij aan even nog een zesje of zo? Oh! Nee, dit is een Texas bacon lover. Spasticiteit. Dat brood is ook gewoon niet, dat is niet gaar. Maar wat Milo hier heeft is zeg maar niet per se een kleine burger. Nou, na 5 nuggets mag Milo een keer iets eten dat een beetje zwaar op de maag ligt. Kent een man met een hamburger en een cheeseburger. Oh nee! Ja! De brownie! Dat vult wel trouwens. De brownie! Sorry, vingers er eens in rot alsof het een... het is toch de a***. Het ruikt wel een beetje naar poep. Heb je kat als je anus schoon? Nee. Wel die van Milo toen tijdens het dagje logeren. Nou, dit is wel wat hij me verteld had. Want zei ik, jij praat. Ik kan. Hey, ik heb 3 punten. Ik kan nog terugkomen als ik nu even een lucky shot heb. Ja, oh ja, dat andere cakey. Kijk eens even. Jezus, wat een geluk. Ik ga ook wel een beetje op sombrero, moet ik zeggen. Mijn cheeseburger... Goed faal. Hoe kan jij zoveel even? Zullen we jou maar 700 subs spekmannetje maken? Dan ben je helemaal in spek gaan winkelen. Hey, ik ga dit niet halen, man. Ben je misschien wel van mijn chocola lenen? Nee, dank je. Mijn buik doet wel pijn. Oh, extra long chili. Extra long. Ja, dat ken je niet, dat betekent extra lang. Ken je dat je zo'n stofzuigerzak hebt en die stop je helemaal vol met de toren van Skyward? Dan steekt hij aan de zijkant, dat heb ik nu een beetje in mijn buik. Nu begin je nog een ijsje te eten. Oh goed, hou ik het weer door de war. Nou, reed ik hem op. Ik ben af trouwens, ik ga er niet op eten. Je is zo bol dat je nog lekker een ijsje kan eten. Afgelukt. Ja. Ik heb, als ik deze op mijn 4 punten, maar de gunstige kom ik op 5, hè? Ja, dus je zou die nog wel even op moeten eten. Maar wil je ouders niet onterven of zo? Ja, ik denk het wel. Wat ben jij een smerig, joh? Gozer, jij bent, ik heb een verhaal over jou gehoord, die ga ik nu niet op vertellen. Maar je zit nog smeriger dan ik ooit zou doen, hoor. We hebben zo'n tongetje te maken. Doe eens één keer zo. Ja, dit. Ja. Dat je broertje toen. Dat verhaal kan al niet eens. Even Rob en die liniputter bij de huis. Ga er maar in. Ik of het dan een vrouw is? Je hebt de Roel van Velsen zijn kontje had ge... Ik zou Roel van Velsen best wel willen ontmoeten. Ik dacht dat je heel erg leuk. Ik heb hem wel eens ontmoet. Hey, Roel van Velsen, heb jij lopen omiegelen met Roel van Velsen? Nee, bij het nationale sterrenteam van Oranje. En dan was hij ook. En toen zat ik hem te zoeken. En toen kon ik hem niet zien. Nee, hey, ik stop ermee. Maar ik ga dit broodje wel even tegen jou aan. Nee, niet een nieuw kantoor. Nee, wow. Wat ben je nou aan het opeten? Dit is echt pure suiker, wil je hem eten? Nee. Het smaakt naar brie. Echt waar? Nee, ik wil geen brie. Flikker op, eet op. Nee, ik heb hem op.
Nou ja, goed. Ik ga vier hebben, Milo. Kom je pakken. Milo zit zwaar in de muur. Komt-ie. Oh. Nee. Daar komt-ie, Roep. Sorry. Jezus, Mina. Parmezaan is ook al zo tering droog. Parmezaan is zo tering droog. Classic. Ja, ik ben af. Even resume. Jij ligt eruit. Koen ligt eruit. Roel, geef nu bij deze op. 40 nuggets. Mat, jij bent eigenlijk nog één zit met mij. Dit zou mijn 6e punt worden en die krijg ik ook. En dit zou mijn 5e punt worden. Maar als je grote man bent, laat je me respinnen. Jij mag voor mij een respin. Maar ja! Maar eentje, hè? Eentje. Kom op. Een lekkere Twister Fries large. Twister Fries. Oh nee. Nou, je maakt het echt heel aantrekkelijk voor hem te proeven. Hoor. Nu ben ik heel benieuwd. Ik heb er wel eentje. Wij helpen jou. Gadverdamme. Het is een stuk stof of zo. Je hap stof aan je aan het eten. Echt niet goed. Textielfietje. Milo, jij hebt gewonnen. Ja! Haha! We komen er nooit achter hoe de kingfish smaakt. Dus jij mag de kingfish heb je gewonnen als prijs. Ja, en nee, dat een hapje nemen. Dat is je kroon. Nee. Je moet wel een hapje van de kingfish. Even zeggen hoe die proeft. Echt waar. Nee, dat geeft een goede imago aan mij. De groeten. Daarmee. Nog een potje. Ja, zet dit maar uit. Daar kan ik niet tegen.